Dit abstracte JavaScript-model kan op verschillende manieren uitgevoerd worden aan de hand van JavaScript engines. Dus concreet gezien, JavaScript engines voeren JavaScript-code uit. Nu, de allereerste JavaScript engines waren zogenaamde interpreters. Dus dit waren engines die gewoon over de JavaScript-code liepen en deze rechtstreeks gingen uitvoeren. Nu, moderne JavaScript engines maken eigenlijk gebruik van het just-in-time compilatiemodel, waarbij eigenlijk deels de JavaScript-code eerst omgezet wordt naar machine-leesbare code. En die machine-leesbare code wordt dan typisch veel sneller uitgevoerd dan met zulke interpreters. Nu, nog een belangrijk iets om hierbij te vermelden. De meeste moderne JavaScript-engines gaan niet alleen JavaScript-code uitvoeren, maar sinds ongeveer het jaar 2017... ondersteunen de meeste engines ook de uitvoering van WebAssembly. Nu, we gaan hier in een latere video nog op terugkomen, maar aan de hand van WebAssembly kunnen we eigenlijk binaire code van andere programmeertalen gaan uitvoeren binnen de browser, dus aan de hand van deze JavaScript engines. Nu, in de volgende paar slides zullen we een keer kijken naar een aantal bekende en belangrijke JavaScript engines. Nu, een eerste belangrijke JavaScript engine is de SpiderMonkey engine die gebruikt wordt binnen Firefox. En deze SpiderMonkey engine stamt eigenlijk af van de allereerste JavaScript engine die ontwikkeld werd door Netscape. Nu, origineel was dit een interpreter, maar sinds het jaar 2019 maakt deze gebruik van just-in-time compilatie. Nu, SpiderMonkey wordt niet enkel gebruikt binnen Firefox, maar ook op een heleboel andere plaatsen. Zoals bijvoorbeeld binnen MongoDB en CouchDB, dus de database-wereld. Maar ook verschillende Adobe-producten, zoals Acrobat Reader, Flash Dreamweaver enzovoort, maken deels gebruik van SpiderMonkey. En tot slot maakt ook de desktop-environment van GNOME hier gebruik van. Nu, een tweede belangrijke engine is de V8-engine die gebruikt wordt binnen Chromium. Dus V8 werd samen met Chrome gereleased in het jaar 2008. En eigenlijk sinds die release maakt deze eigenlijk meteen gebruik van just-in-time compilatie. Dit was eigenlijk een van de eerste die in die tijd just-in-time compilatie gebruikte. De meeste andere engines waren interpreters. Dus dat was eigenlijk de reden waarom dat de uitvoering van JavaScript in die tijd veel sneller was in Chrome dan in andere webbrowsers. Nu, aangezien dat V8 zo snel was en nog altijd zeer snel is, wordt deze ook gebruikt op een heleboel andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld de Node.js en Deno runtime environments om JavaScript in server-side te gaan uitvoeren. Daarnaast wordt V8 ook gebruikt binnen Electron, die gebruikt wordt om desktop-applicaties uit te voeren, dus JavaScript op de desktop. En nog een laatste die ik hier wil vermelden is de MarkLogic database. Nog een derde engine die relevant is JavaScript Core, die deel uitmaakt van de WebKit engine binnen de Safari browser van Apple. Origineel, historisch gezien, was dit de JavaScript engine, maar Apple heeft het dus geforkt. Sinds het jaar 2014 maakt deze dus ook gebruik van just-in-time compilatie, net als de voorgaande engines. En net als de voorgaande engines ook, wordt JavaScript Core ook nog op andere plaatsen gebruikt, zoals bijvoorbeeld binnen verschillende macOS-applicaties, zoals de Mail en de App Store-applicatie. Er is ook een recente nieuwe runtime environment genaamd Bun, om ook JavaScript server-side te gaan uitvoeren. En ook binnen React Native wordt JavaScript Core deels gebruikt. Dus React Native wordt typisch gebruikt om JavaScript uit te voeren binnen mobiele omgevingen. Tot slot wil ik nog een aantal kleinere JavaScript engines vermelden, waaronder bijvoorbeeld Chakra, die deel uitmaakte van de Internet Explorer browser, die dus vandaag niet meer verder ontwikkeld wordt.
Hermes is nog een interessante browser om te vermelden. Deze werd specifiek ontwikkeld voor de uitvoering van React Native. Dus voor dergelijke mobiele omgevingen. Hermes is eigenlijk specifiek ontwikkeld om eigenlijk heel snel te kunnen opstarten. Dus waarbij dat typische JavaScript engines geoptimaliseerd zijn voor snelle uitvoering, waarbij de opstart iets langer kan duren, is het bij Hermes omgekeerd. Hierbij is de opstart heel traag, dus heel kort van tijd, maar de uitvoering van eigenlijk JavaScript-code kan dan iets langer duren. En de laatste engine die ik nog wil vermelden is Graal.js, die deel uitmaakt van de Graal virtuele machine, om eigenlijk JavaScript te gaan uitvoeren op de virtuele machine van Java.